2-0 winnen van Vitesse en de nul gehouden. Zeker, ja, heerlijk hè. Ja, dat was de eerste keer dit jaar hè? Ja, de nul zeker, dat klopt. Ja. 3 wedstrijden onderweg, 1 keer de nul. Ja. Hadden er meer kunnen wezen, maar helaas, het is niet zo. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Ja, waar moeten we het over hebben? De eerste helft, de tweede helft of de 9 minuten blessuretijd? Nou ja, ik denk dat ik in de 9 blessuretijd meer heb gedaan dan de hele wedstrijd. Dus ja, ik denk dat ik dat prima heb gedaan. Ja, want dat was weer hectisch, hè? Ja, klopt. Ja, dat heb je goed gezien inderdaad. Het was heel hectisch. En ja, we hebben hem nu mooi over de streep getrokken. Hele belangrijke punten. Ja, hoe beleef je dan zo'n 9 minuten? Want waren er nogal veel. Want ja, de laatste keren ging het nog wel eens mis. Ja, inderdaad, dat klopt. Je weet, als je de 2-0 niet maakt, dat zij gaan blijven komen en voorzetten geven en opportunistisch spelen. We hebben er zoveel mogelijk aan gedaan, denk ik. We hebben er niet echt op getraind of zo, maar we hebben gewoon met z'n allen besproken van ja, dat moet gewoon beter. En ja, ik denk dat we dat nu echt als een team echt goed opgepakt hebben. Ook al natuurlijk die twee andere goals zeg maar, in de laatste minuut tegen Heerenveen en AZ. Ja, daar kan je ook wel wat over zeggen. Dus er komt ook wel een beetje geluk bij spreken. Maar ja, ik denk dat we het nu echt heel goed hebben gedaan als team. Ja, speelt het dan nog door je hoofd van zal toch niet weer? Nee, in principe bij mij niet echt. Ik schrok wel van natuurlijk van die 9 minuten. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar ja, natuurlijk een zware blessure met zijn hoofd. Dus ja, dat is vervelend. Toen kwamen we die 9 minuten en dacht ik eigenlijk van ja, rustig blijven. Gewoon de dingen doen die je altijd doet en die je moet doen. En ik denk dat ik dat goed heb gedaan. Ja, er kwam er nog weer een hoekschop, maar die plukte je mooi uit de lucht. Ja, zeker, zeker. Maar je ziet toch dat ik even bezig ben. Waar waren we? We waren bij die hoekschop die je mooi uit de lucht plukte. Ja, klopt. Ja, ik denk dat ik hem goed ingeschat had en dat ik hem op het hoogste punt mooi uit de lucht haal. Ja, je zei het al, gigantisch belangrijke punten, hè? Zeker, zeker. Dit zijn hele belangrijke punten. Ja, de eerste helft, laten we toch nog even over die twee helften hebben. De eerste helft komen jullie mooi vroeg op voorsprong. Maar dan moet je het eigenlijk afmaken, hè? Ja, tuurlijk. Dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk de 2-0 en uiteindelijk wil je dan ook natuurlijk meer. Maar die komt niet en dan moet je je dan op voorbereiden. En de kansen waren er wel. Zeker, zeker. We hebben wel wat kansen gehad inderdaad. De keeper pakt nog een paar goede ballen, denk ik. Maar uiteindelijk moeten we inderdaad gewoon die wedstrijd doodmaken. En dan is het gewoon, dan kan je gewoon achteruit rustig de wedstrijd uitspelen. Zij blijven komen, zij gaan opportunistisch spelen. En daar moeten wij op wapenen. Ja, je weet dat ze dan bloed ruiken en dat ze dan alles eraan gaan doen om die ballen erin te gooien. En noem maar op. Ja, dan moet je gewoon op voorbereid zijn. En als team hebben we dat heel goed gedaan, vind ik. Belangrijke punten en nu verder kijken. Zeker, volgende week weer een belangrijk potje tegen Sparta. Wij willen natuurlijk iedere week punten pakken, maar ik denk dat we eerst hiervan moeten gaan genieten. En dan volgende week weer maandag weer focussen op de volgende. En weer proberen de nul te houden. Uiteraard. Zo'n clean sheet is mooi. Ja, zeker, zeker. Dat is heel mooi. Ja, maar ik zat even te kijken, de laatste 3 wedstrijden was het gewoon 2-2 elke keer. Ja, dat is ook knap. Maar dat hadden we 4 punten, denk ik, verloren uiteindelijk. Maar we hebben ze nu weer in de zak. Ja, 3 punten verdiend. Zeker.